Yo kijkers, tof kijk deze nieuwe video van vandaag doen we GTA Online en ja, eigenlijk is het heel leuk te doen. Skewsurf, wheel. Ja, ik heb al heel wat. E93 Systems. Eerst wat we gaan doen is, deze moet ik ook nog skewen, maar ik wil deze kopen in het Maroranje, want die wil ik al. Ja, ik heb 100 miljoen. Daar gaat hij liggen in en flikker gaan. En ik wil die. Deze is ook een oranje, heel mooi. Ook een office garage one. Ah ja, ik moet nog één ding doen zodat ik niet te veel moet gaan rijden. En dat is eventjes mijn office verbouwen. Ik ben aan een laag level, maar alles is gefixt door een kameraad van mij. Dus 900k, dat is niet zoveel. Maar wat we eerst gaan doen is eventjes mijn Akula bellen, want dan word ik niet gezien. Of mijn Starling. Akula. Oh joh, regen is even mad aan het doen, jongen. Waar is hij? Daar is hij. De Akula Stealth Chopper. De ding of de radar, dat ding is echt. I don't know hoe cool. En als je op H drukt, dan klappen die. En dan zijn ze of de radar. Ja, niemand kan ons nu zien. En ja, ik heb zo'n beetje alles al. Kijk maar. Oh, 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 oh. We gaan eens goed doorvliegen naar de office. Als we daar zijn, zal je al aangekomen zijn. Dan ben ik ook blij. Wat we gaan doen in deze video is één airfreight mission met een Akula dus en zo en Babushka en al die shit en deze twee auto's tunen en dan ga ik ook nog een trollbox doen, een race dus. Maar ik had eergisteren een trollbox, gisteren een trollbox gespeeld, een trollbox playlist zelfs, een 3 of 4 races en ik had ze op een half uur allemaal af. Sorry dat de regen zo kut doet, kan ik ook niet doen, maar in deze game heb ik tenminste geen lag. Gelijk gisteren in de... Ja, het was normaal de bedoeling gisteravond dat we een video zou uploaden over waar ik met elektriciteit aan het gooien was. Van alles maken en mee aan het gooien. En dan zijn daar vol batterij. Kijk, mensen kunnen mij gewoon nu niet zien, hè. Nu, boom. I'm back, bitches. En nu zien ze me niet meer. En ik heb hier 2 torens van onder, als jullie die zien. En normaal gezien is er ook nog een cam, een kanon voor de passengers. Want ik kan met 4 hierin. Hopla, we zijn er. Dit ding is geweldig. Qua speed, qua... Ik kan 3 RPG's aan. Welcome to your office, sir. I'm your ben ik nooit in mijn office geweest, dus zo. I'm here to make life as easy as possible and to help this business run efficiently. The recreational area. Ja, sorry, maar ben je voor het eerst. Going through to the. Dat ik heb vrijdag een vriend van mij wat geld geven. Heel veel geld, hè? En nu ben ik alles nog. There's the boardroom. The panels are easily swapped, so you can install a gun locker or a safe whenever you want to. Maar auto's heb ik nog niet veel, en vliegtuigen. It's possible to knock through here and add some personal quarters. Somewhere to lie down, take some me time. Look at the Dynasty 8 site for details. Most important of all, though, is your executive terminal. Here's where you'll access the Securo Serve special card network to take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. So that's it. Take a look around, get settled in. I'm at the front desk or on the end of the phone whenever you need me. Ik ben wel in de garage geweest, maar nog niet in de office zelf. Ik heb mijn eigen bedrijf, jongens. Boss, there's an update on Securo Serve. Ja, I don't care. Ik wil mijn auto. Office Garage 1. Geef mij mijn auto. Razorbase. Oké. Dan gaan we eerst tunen.
Die Chester, de Chester de Vion is een Plymouth. Die hier, die voorste, dat is een Plymouth. En die Jeep is een Lambo Urus. Maar ik weet niet precies, net of het de GFC Plymouth is. Ik heb ook niet wat kleur. Ik denk dat ik eerst de Urus ga tunen. Dit ding is wel cool opstart. What were you looking for? Ja, we gaan even tunen. What are you after? Alles open. Dit is wel een vet bakkie. Eerst zien wat er allemaal is en dan zien we. Oef. Ik vind dit mooi. Ja, ik heb nog niet alles, maar ik heb niet zo'n hoog. Misschien wat er allemaal qua bumpers zijn. Oké, okay, deze vind ik het vetst. Deze is wel nice, maar ik voel deze. Grill. Carbon of chrome. Don't she look pretty? Striped. Nee, dat is nicer. Oren doe ik niet. Light ook niet. Misschien deze wel. Baby's all grown up. Livery. Oef. Dit is meer 1-9-3 stijl. Oh, het stort. Ik heb wel niet ook om het maken. Nee, geen racecar, echt niet. Dan hou ik het voorlopig even zo. Met guards. Nee, dat staat hier niet onder. Bodywork to match the driver. De 1-9-3 baan. Race bij de woning even niet hoor. Hè. Misschien. Oef. Ik weet begon niet welke kleur deze model, want deze is wel vet. Doe een krokkoor. Dank u. Deze man. Zwart. Nee, 3 in ogen staat hier echt voor een vlek op. Ritched was dat nu weer. Oeh. Even kijken wat er allemaal is. Oeh, dit vind ik wel nice, maar dat staat niet op een Urus. Nu wel dit. Your cosmetics are on point. Skirts. Upper. Oeh, dat heeft wel wat, maar ik weet niet hoe ik het wil. Dit is vet, dit is echt FXXK stijl. Whatever you desire. Oh, die Euro spoiler gaat sowieso. Lower spoiler. Oh. Nee, kom zo houden. Oh nee, het is geen race pakken. Het is gewoon een Urus, deze moet er zo blijven. Ik vind deze wielen er gewoon nice onder. Even kijken voor een livery toch misschien. Ik vind dit wel wat hebben. Ja, dit moet erop sowieso. En nu gaan we sowieso even rondrijden ermee. Ik kan jullie zeggen, mijn rijstijl, ik kan echt voor een hele flikker rijden. Ik wil het ding gewoon graag eens testen. Oeh. Wat is het? Een SUV. Ik wil zien wat nog wel zo'n goede auto is. Wel mooi hoor, toch niet? Oké. Vierwiel aandrijven, dat wel heel goed. Plus patteur. Acceleratie voor een EMS1 is de best goed. Dus al heel goed. Oké, pluspunten, pluspunten. Oké, dat is niet goed. Ik ga alleen maar crashen. Dit ding is vet. Een fucking SUV. Een brengtest. 3, 2, 1.
ongeveer 20 meter. Ja, 20 meter, 10 meter om te gaan. Niet zo, niet zoveel. Ja, als je gaat rijden, leg een debiel. Ja, dit ding is goed om over de weg te rijden, dat al sowieso. Ook niet verkeerd voor te driften. Dan moet ik natuurlijk wel kunnen driften, maar ik kan dat niet zo goed. Prima met suspensje. Oké, grip kan beter, maar... Oké, dit ding rijdt wel nice. Als die trappen kan trappen, is een grote trap. Als die hierover kan, is goed. Nee. Hij is nog altijd fucking vet. De Lambo Urus. Als die over die trap kan, dan ben ik blij. Dan is het een goede auto om alle gaan. Yep. Kant gaat er rijden allemaal om, hè, flippo's. Nee, door die dekzak zit ik vast. God. Goeie rijstijl, kinderen leren hoe ze moeten rijden. Flikken en een echte Urus kunnen bijhouden. Urus was normaal gezien de snelste Jeep of SUV die er bestaat. Die... Op die vet! Ja, die rijden in de boel. Dit ding is wel nice, de Fugazi Toros. 565.000 euro. Maar dan gaan we nu de Schuster de Vion, de musselkar. De Tulip is de beste musselkar, dat is een feit. Ik weet hoe die kan rijden, maar ik wil nu zien hoe de Vion ervoor doet. Level, man. Ja, dat is de zus van de auto van mijn zus, de droomauto. De Bugatti Chiron en die van mijn opa. Ik vind ze allebei wel nice. De Nero en de Ali. Dit is de Vion. Oeh, Plymouth, echte Plymouth. Anything I can do? Anything at all? Remove. Waarom heeft hij al? Ik ga dit er wel op doen. Ik heb allemaal ook geld gesprongen en ik heb te veel geld dus. Technology and budget permitting. Dat is een nice met een ding meer. Nicer. Just don't run that thing in here. Phantom grill. Oeh, dark chrome single, die is wel nice. Carbon ook. En ik zo'n stuff. Oh, dat vind ik echt lelijk. Ik vond dit echt mooi. En allemaal mooi. Bubbles? Or something? Nine. Nee. Dit ga ik doen.
if you can think it, I can. Dit. Die plaat representeert gewoon mijn ego, hè. Nee, deze is zo. Zo, green. Oké, ik wil die livery eraf. Fuck die livery. Ja, nu staat dit er gewoon. Dat klaspas. Doe maar high hands. How many cars you got in this garage again? I don't know. Dat was een zomaar. Doe maar blue of zo. You've got an eye for this stuff. Ik ben een film en deze een vlog van Dominic Toretto. Ik weet niet waar we in zo. Think long and hard. Proof. Even zien. Your cosmetics are on point. Ah, out the ground. Ik denk dat we met deze gaan rijden naar de hangar voor seconde die ik heb. Oh. Echte plein. Zo is dat dit de nieuwe beste muzikaar is. Esse. Oké, nu gaan we echt Dominic de Redo rijstijl. Als je niet weet waar ik het over heb. Fast and Furious 8. Fate of the Furious. Eigenlijk de achtste. Deze auto omhoog als een plummer. We gaan Dominic de Redo race toepassen. Hey, actieve mongel. Let's rookie. Ah, man. Het geluid is niet verkeerd. En dat is een van de jeeps. Oh joh, dit ding drift treden. Oh joh, mijn controller is nog een keer. Tering. Ah, dit ding rijdt lekker. Heel lekker. Njam, njam, njam. Deze video gaat wel langer zijn dan dit ook, ja. Het is ook langer, maar ik kan wel nog kijken van een andere boek is te maken. Ik moet ze niet bedoelen om tijd te hebben. Ah, daar hebben we mijn lammen kapot. Ja, mijn bunker zit ook bij de hangar, dus. Ik had die bunker daar voor. Nee, dus ik waar het niet naartoe, maar ik kan een weggetje wat best fijn is om eens vol te keren te gaan. Ze zijn nog eens bij nu. Ik zie nou gewoon een popularity missie voor de nightclub gaat doen, dat wil ik. Ik denk het niet, want die race is duur gereden van. Ik heb nog tijd dat ik na de race trek gestopt. Jeez.
Jesus. Als je niet weet hoe je gas geeft, hoe je wheelies doen met PC, is de gas geven naar voren rijden en spatie inhalen. Dus eigenlijk je handrem. Niet raak, anders speel je over de barrière. Sowieso is dit de nieuwe wheelie game. Dit ding is nice. Here's the new owner of the hangar on base. Grant the map says to come on through. Nice place. De vraagje, weten jullie nog een leuk vliegtuig dat ik kan kopen? Jullie zullen direct wel zien welke ik allemaal heb. Nou, ik weet niet wat ik nog kan kopen van vliegtuigen. Nu ja. We shall see. Ja, ik heb een Pyro, ik heb een Volatus, deze dingen zijn echt nice. Een Tula, een Akula. En de Bambushka. Met dat ding hebben ze nog nooit gevlogen. Ik ga even de andere vliegtuigen in storage staan er even halen. Storage heb ik ook nog een Cuban, een Hydra, een Cargobop en een LF-22 Starling. Nou, als jullie nog een leuk vliegtuigje weten om te kopen, laat dan even weten in de reacties. Ik ga even naar de Elite Travel en kunnen jullie even zien welke van deze zou ik nog allemaal moeten kopen. Of zou kunnen kopen. Laat dat in de reacties achter. Deze ding is een vet. Ah ja. En de Titans. Een achterkant kan nu open. Dus je kunt er auto's in rijden. Bambushka heeft dat ook. Dat is ook de enige reden waarom ik een Bambushka heb gekocht. Kijk, dit ding is de Volatus. Ik zal 3 miljoen winnen. Misschien de Alpha Z1 of de P49 en Dakota of de Sea Sparrow. I don't know. Ah ja, een arena heb ik ook. Ik heb ook voertuigen zoals... Ik heb de red truck, maar voor de rest heb ik van deze dingen niks. Ik ga misschien nog wel eens iets kopen op video. Die heb ik, deze heb ik en de scrap. Future Shock. Ik moet zo mijzelf upgraden dus. Oké, we gaan een airfreight business missie doen en dan een kijk, denk ik een race doen. Of een popularity mission. Hang dat van de deur. Zitten! Nu! En ja, ik heb een scuba gear aan. Dat is van handig als dan een vliegtuig valt boven water. Verdrink je tenminste niet. Wat vliegtuig gaan we pakken? Okay, this is what the Greeks called a quid pro quo. Take the weaponized plane there and use it to protect an associate of ours shipment. When you get... Okay, dus ik heb dat vliegtuig wel voor een ene flikker nodig. Welke gaan we pakken? Bambushka, Cargo, LF, Hula, Pyro. Denk Pyro. Rendezvous with the Titan. Beam! Oké, hier is mijn Pyro. Pyro is een tweepersoons vliegtuigje. Voor de mensen die het niet weten. En dit vliegtuig persoonlijk wat leuker. Dit is ook het snelste vliegtuig in de game tot nu toe. Dus ja, dat is wel heel nice. Maar de beste combat vliegtuig denk ik toch wel dat de
alle shit gehoopt. Hallo, lekker verdorie hier. Dat is niet goed. Ik weet dat deze... Oh, kut. Nee, nu heb ik dit keer gevriesd uit. Morse Mutual, we're here to help. I'll do my best. I need Morse Mutual. Oh shit, nu vlieg ik. Ik ben Ashley in vliegen. Wanneer kan ik mijn vliegtuig bouwen? Shit, 2 minuten. Dat is voor de Titan. Ja, een klein probleempje. Heel toevallig in die. Zijn die zo? Die tijd is een half kunnen meneer. Ik kan proberen te sniperen, maar ik weet niet waar. Ben je zo scheel of? Dat is fijn, dat is mijn. Oké, godverdomme! Sorry. Maar als ik aan die achternaam is, kom op! Yes. Alleen zo. Oké, elk vervoer is goed. Post ook die uit. Ik moet die goed hebben. Dus ik zo'n oorlog met de peer vliegen. Ik neem een chill uit. 2 keer. Ja, de Fahrenheiter hadden dingen zo wat snel, maar die half gaat ook snel. Maar zo niet. Ja, kom op man. Man, dit ga ik niet wedden dat ik het niet haal. Ik ben echt zo scheel aan. Ik zei dat ik op mijn skills een beetje. Er stond er net nog 60% in het vlaaien. Ja, andere keer vloog ik zo goed en nu zo slecht. Hop snel! Snel naar Hydra. Ja, Hydra's kunt je in je
En daarom dat ziet er niet goed uit. Mop. Hij draait er naast. Ja, goed bezig, Pik. Over het tegenvliegen vandaag. Hoezo kan ik die niet killen? Twee keer in zijn fucking hart en hij leeft nog. Oh. Advantages. Ja, lekker daar. Als ik mijn shit niet kan doen, dan kan hij dat ook niet. Oké, ik ga wat hier eerst doen, want ik heb niet meer. Jobs. Play job. Maar nu wacht zijn er die ik in een playlist heb gezien. Come on! Easy way. Oké. Ik had de jongens al gedaan zijn. Ja, we zullen even spelen, maar niet te lang. Wauw.
Ik speel wel op mijn eigen. Pardon. Pardonio. En. Kom, ik zou 21 gebruiken. Fuck it, ik pak deze wel. Oké, okay, ik ben Cunning Creators SS. Oh, dat is veel geld zeker. One lap zeker. Oké. Holy fuck, dat is wel een creator. Ik kan dit helemaal beginnen en flikken. Zoals dit was van de eerste keer ben ik. Oké, dit is een deel trollen. Scheiße. Kut, ik ben slecht. Ik ben slecht in dit soort races. Dat is niet goed. Oké, wat ben ik zo verschrikkelijk. Ik speel een keer op iets terug, maar ik heb het zo niet voor het boos of deze is een beetje aan. Uh-oh. We zijn aan de verkeerde kant. Goed zo! Waarom ben ik zo slecht in deze race? Zelfs pak ik niks aan. Dat is beter. Goed bezig, doe maar op! Over het tegen flikken. Wat? Waar had je die? Hier niet, ben ik nu volslagen of is het zo kut geweest? Oh, living on the edge, bro. Oh, la. Lal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 
Hoe zijn de boezes als je ze nodig hebt? Nee. Oh, ik heb hem. Dat is nice, wat is het nou? Was dit de bedoeling? Oh nee, ik ga het dus niet buiten. Dit is nog de eerste wezen van de reuze mensen. Oei! Oh, dit was een wat. Het is gewoon een fucking stunt race, geen troll race. Wat een glory of deze bril is gemaakt. Ik
kan zo rust stappen, maar ik kan wel rust maken. Ik kan echt fucking veel slagen. En ik pluk er op het dak. 4 minuten. Degelijk geld. Ik doe het niet voor het geld erin verdacht bij. Volgende. Ik kan niet skippen. Continue. Ik ben benieuwd naar de volgende. Continue in 3, 2, 1, 0. Wee, we zijn door. Af met die radio, nu heeft geen zin in radio's en geteld, die zijn slecht. Launch on my own. Ik heb ook niet echt reis anders. Ik ga eens kijken voor zo'n dreigster. Ik doe zo'n dreigster. Air tunnel. Is de race. Maar ik ga eens kijken voor een zo'n dreigster. Doe zo'n dreigen. Waarom laat mijn map niet in? Hallo! What the fuck is dit? Oh, we rijden al heel goed. Ik dacht al van wat de fuck doe ik hier? Ik rijd het door Uber, maar wat is dit? En dan kan ook die races wat ik nu speel rijden. Moeten wij hier door? Dit is nice. Wow, hier steek veel werk in. Dit is een van die ijzerkooikens. Ja, die persoon heeft er wel die een stukje kunnen sturen. Voor mij is het al ouder, dus het is oude props. Die hadden we door. Oh wow, was het dit? 1 minute en 17 seconds. Nog geen 1000k, maar ja. Geen 1k. Maar wat een leuk omdat er veel werk gestoken is. Als ik weer wat hier is, man. Hey, fake. Hey, massage. Nou, fuck you, ik wil wel. En zoals normaal pak ik XA 21. Ik wissel af tussen T20 en de XA 21. California Cars Pricing. Ik denk dat ik deze al ken. Yep, deze ken ik. Deze is ook al volledig custom. Ik denk dat ik al mijn goede auto's zoals deze en mijn supercars in de office gaan zetten en de jeeps en zo ook wel in de andere garage. Bullshit, uh-oh. Ik ga solo, want ik kan echt geen wall rides. Goed bezig, Pek!
eindelijk Captain. Vol zeggen of niet. Oh, hier was gaan. Als deze er eerst gedaan is, sluit ik de video af, mensen. Oh, die ontploft niet. Ik denk dat hier of rot iron is. Dat is ook mooi, dat is niet erg, maar dan moet wel beter. Spin races. Dat is ook wel een heel oude race. Wee! Oh, kut, dat haal ik denk niet. Schelen happen. Ja, kijk. Hier moet je wel respawnen. Kut, kut, kut. Oh, godverdomme. Hier steek een man door heel veel weg. Ik weet dat als de race van vroeger werd altijd door modders gemaakt. Omdat gewone mensen dan niet konden, maar het kon niet meer was. Oké. What the fuck? Oké, vandaag is mijn GTA ja, echt slecht. Gisteren had ik echt zoveel airfreight missions gedaan. Allemaal gingen ze zo heel goed. Dat was niet normaal en nu gaan ze allemaal zo slecht en de race is ook. Maar ja, mensen. Dus ik zeg doei. En bedankt voor het kijken. Dikke vette. Peace.